Ja, bij een apotheek moet je natuurlijk ook allerlei potjes vullen met bereidingen, magistrale bereidingen wordt het dan genoemd, dingen die de apotheek zelf heeft gemaakt. En ja, dit is zo'n potje wat ik moet vullen. Wat we eerst doen, is het potje zelf wegen, dan alles opnieuw zetten, en dan exact 100 gram afwegen. Dat is niet zo makkelijk. Zo een beetje als patisserie maken, zo, hè. Dan moet je ook echt tot op de gram meten. 87, dat is nog te weinig. Dan moet er nog een beetje bij. 112, veel te veel. Gaat er een beetje af. Voilà, dat is nu 98. Oei, dan moet er nog een klein beetje bij. Ja, joe. Voilà. En dan maken we het een beetje proper nog. Dat het een deftig potje is. Voilà. En dan met het papiertje afkuisen. Tekseltje erop. Etiketje, heel belangrijk. Net de vervaldatum. En de naam van het product. En voilà, het kan naar de kamer.